Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Synovium, voedingsadditieven voor paarden. Moet je even kijken dat die goed voor je, recht voor jou zit, als die iets omhoog moet of zo, dan moet je hem even... Hallo, hoor je mij? Ik hoor jou. Misschien moet je hem hiermee, kan je hem los en vast draaien. Ja, dat is goed zo, denk ik. Ja, zit hij goed vast, dat die niet omlaag klapt? Moet je hier aan de zijkant even... Ja, maar hij zit goed aan. Ja, moet hem goed vast draaien, want die klapt wel eens terug. Ja, maar ik sla het niet over. Ik word nog niet kwaad. Nog niet zo snel. Ik sla er niet op. Nou, is deze aan? Ja, dat is aan. Alles aan. Oké, ben je er klaar voor? Oh, je moet wel even zorgen, als je wil, dat je... Dat hoor je ook wel, dat je recht voor die microfoon... Als ik zo praat, dan is het meteen... Want sommige mensen praten zo. Ja. Ook. Oh, hallo paard. Oké, Nederland of België? Beide. Keuzes, hè, keuzes. Rijden, dat Nederland. Dat Nederland. Rijden als het 5 graden vriest of rijden in de brandende zon? Wat is brandende zon? Is dat 30 graden of... Brand. Hoe je het heet. Toch de zon. Een paard heel goed verkopen of alles ermee winnen? Eigenlijk ook beide. Eigenlijk eerst er alles mee winnen en dan goed verkopen. Ja, dat is juist het antwoord. We gaan beginnen. Leuk. Oké, nou komt jouw intro. Hij begon op zijn 3e al met paardrijden en bleek veel talent te hebben. Op zijn 12e werd hij voor het eerst Nederlands kampioen en nam hij onder andere deel aan 7 achtereenvolgende Olympische Spelen. Tijdens zijn carrière maakte hij de overstap naar België. Begon uiteindelijk zijn eigen spring- en handelstal en werd wereldkampioen in Aken. Hij is de eerste Nederlandse bondscoach springen met de Belgische nationaliteit. Hij is rustig, een man van zijn woord en enorm sportminded. Vandaag ben ik te gast bij de enige echte Jos Lansink. Goedemiddag. Goedemiddag, leuk dat jij tijd wil maken voor deze podcast. Ja, graag gedaan. Ben je bekend met het fenomeen podcast? Ja. Ja, luister je wel eens naar überhaupt wat voor thema's? Sport. Sport, ja. Meestal de sportcast van de Telegraaf, luister ik vaak naar. Ja, nou, en vanaf deze moet je ook Horse Heroes luisteren natuurlijk. Okay. Ja, over paardenhelden. Nou ja, wij beginnen het verhaal eigenlijk altijd helemaal terug in de tijd. Dus dan gaan we helemaal terug naar waar je bent opgegroeid. Dat is lang geleden. Kun jij vertellen waar jij bent opgegroeid? Ik ben opgegroeid op een boerderij in Twente, in het dorpje Weerselo. Ja, zoals ik zei, op de boerderij. Ik heb altijd meer geholpen op de boerderij als jongs af aan. Hij moest altijd mee helpen. Ja. Ik had altijd wel een pony. Dat was onze hobby een beetje, van mijn broer en mijn zus ook. Uiteindelijk ben ik alleen verder gegaan in de ponies en na de tijd in de paarden. Maar mijn ouders zeiden altijd, ik had altijd wel het gevoel dat ik iets meer wou in de paarden. Maar ja, oké. Okay. Wij hebben een boerderij, ik was de oudste zoon. En dan is dat gebruikelijk. Dat je de oudste van hoeveel? Van 3. En dan is het gebruikelijk dat je de boerderij overneemt. Dat was ook eigenlijk de bedoeling bij mij ook. Maar ja, dat begon toch een beetje te kriebelen. Ik kreeg succes. Ja, en van het een krijg je het ander. Ik heb tot mijn 18e zelfs pony gereden. Ja. Eigenlijk heel lang was. Ik wou iedere keer eerder een overgang maken naar de paarden. Maar mijn ouders zeiden altijd, je kunt nog lang genoeg paard rijden. En toen heb ik halve dagen, kochten wij een paard bij een handelaar bij ons in de buurt in Deurningen. Bij Gerard Zeiger. Ja. Die helaas nou ook al is overleden. Die had een handelstal en daar kochten wij een jong paard. En van het een kwam het ander. Dat paard kregen we direct succes mee. Die werd snel verkocht naar Paul Weyer, wat toen een heel bekend ruiter was in Zwitserland. En toen kochten wij daar een nieuw paard bij Zeiger.
ja, dat ging ook iedere keer eigenlijk heel goed. We kochten iedere keer jonge paarden en dat zelf opleiden. En als ze op een bepaald niveau kwamen of waren, en als de juiste trainer kwam, dan sprong mijn vader erop en dan werd hij verkocht. En toen, ik denk dat het naar het derde paard was, kochten we weer een paard daar bij die handelstal. En toen vroeg hij mij of ik niet bij hem halve dagen wil komen werken. Dan keek mijn vader zo aan. Ja. Die was daar natuurlijk niet zo blij mee. Nee, wat voor een boerderij was dat? Wat hadden jouw ouders? Varkens en koeien. Ja, en die pony was er gewoon voor de... Ja, mijn vader had altijd één of twee merries om een beetje mee te fokken. Dat was echt onze hobby. Ja. Die had vroeger ook zelf gereden, niet op hoog niveau. Mijn oom had wel op nationaal niveau gereden. Ja, en dan ja, keken we elkaar aan en ja, we zullen het wel even overleggen. Toen zaten we s'avonds thuis en dat leek me toch wel wat eigenlijk, om daar halve dagen een beetje proberen te kijken hoe ver dat ik kon komen. Ja. En samen overlegd aan de familietafel en hebben we toch overwogen om dat te gaan doen. Dat deed ik 's morgens op de boerderij helpen en dan 's middags op die handelstal. En daar kreeg ik natuurlijk ook, of niet natuurlijk, dat is geen natuurlijk iets dat je meteen succes kreeg, maar daar kreeg ik ook geleidelijk aan succes, betere paarden. En toen had Rob eerst een keer een paard daar gekocht. En toen heb ik aan hem, of Gerard zei aan hem, gevraagd of ik niet een keer een paar maanden stage bij hem kon lopen. Bij Rob? Bij Rob. Die zat toen in Floordrop. Ja. Bij een sponsor. En ja, daar ben ik toen 3 maanden wezen stage lopen. Ja, en toen had ik wel echt het gevoel dat ik toch echt verder wou in de paarden. En toen heb ik dat ook gedaan. En toen belde hij mij een paar maanden later op. Wist hij iemand een stal in Groesbeek. Die zocht er een ruiter. Daar deed hij mensen trainen. Stal Sommerdijk. Waar later Surprise ook van was. Ja. En daar heb ik toen een jaar gewerkt. Ben ik ook Nederlands kampioen geworden. En ondertussen kwam Hans Horn een keer via met Harry Wouters kwam ik tegen op een wedstrijd. En die had toen ondertussen de stal Wimselbach gekocht in Noord-Marsen. En die zocht een ruiter. En die vroeg dat, omdat hij wist dat ik ook uit die geboortestreek kwam, of dat niet iets voor mij was. En toen ben je daarheen gegaan? Toen ben ik daarheen gegaan. En dan heb ik daar 14 jaar gewerkt. Ja, moet je zien. Maar hoe oud was jij toen jij dan dat ging doen, dat je halve dagen op de boerderij werkte en halve dagen voor die handelstal? 1920. En je hebt wel, zat je op school ook nog in 20? Toen niet meer. Nee, maar daarvoor? Ja. Ik heb de landbouwschool gedaan. Oh ja? En MAVO in de landbouwschool. Ik zou even boer worden. Ja. Dus dan moet je op de landbouwschool. Dat moet. Wie heeft daar de boerderij over genoemd? Middelbare landbouwschool gezeten. En mijn broer. Toen hebben we dat ook allemaal goed met elkaar overlegd. Mijn ouders waren na de tijd er ook tevreden mee. Maar mijn boer zou eigenlijk metselaar worden. En ja, allemaal met elkaar goed overgelegd. Mijn broer werd boer en ik ben verder gegaan in de paarden. In de paarden. Ja, dus... En we hebben er beide geen spijt van gehad. Nee, dat snap ik. Tot op heden. Maar, dus je bent op je 19e, zei je net, ben je dat gaan doen ongeveer. Dat je, en die periode daarna, toen jij bij de Wimselbach ging werken, daar heb je 14 jaar gezeten. Wat is daar allemaal gebeurd? Kun je er iets over vertellen, wat je daar deed? Ja, Hans die had natuurlijk, die begon net voor zichzelf. Die kwam, ik weet niet eens precies hoeveel jaren, dat hij bij Schokkenmuller had gezeten. Ik geloof 6 jaar. Die had in Duitsland gezeten bij Schokkenmuller, dus die begon een eigen stal. Dus dan, als je net begint, dan wil je ook vaak zo snel mogelijk ook handel doen en proberen iets te verkopen. Dus de paarden die in principe het beste sprongen, die werden ook het snelste verkocht. Maar ja. Die staan in de etalage, dus dat gaat van het een krijg je het ander dan. En zo was dat daar ook. Maar wel, ik kreeg wel iedere keer, ik was toen natuurlijk niet, ik zeg niet dat ik talent had, ook niet dat ik geen talent had, maar ik moest nog wel heel veel leren toen die tijd. En ik kreeg die tijd iedere keer het juiste paard, wat eigenlijk op dat moment heel goed was voor mijn ontwikkeling. Ja. En daardoor ben ik ook door hem ook en samen zijn we daar ook allebei beter van geworden. Ja, want je hebt, wat ik in de intro ook zei, 7 achtereenvolgende Olympische Spelen gedaan.
Kan je nog iets herinneren of vertellen over de allereerste keer? Hoe dat ging met welk paard? En hoe de eerste keer, dat was in 88. Dat is wel een mooie story eigenlijk. Dat paard kwam terug uit Italië. Die was verkocht als, ik denk dat ik die zelf reed toen hij 6 of 7 was. Toen werd hij verkocht naar Italië. Was een heel kwaliteitsvol paard. Met een goede ruiter, maar geen speciale ruiter. En daar kwam, toen dat paard iets hoger moest springen op internationaal niveau, kwam daar eigenlijk een beetje een kink in de kabel. Het vertrouwen raakte kwijt tussen mens en dier. Ja. En toen wouden die mensen graag dat paard inruilen bij Hans. En die vroeg toen eerst of dat paard een paar maanden bij ons kon staan. Om te kijken hoe goed dat hij was en waar eigenlijk het probleem ook een beetje zat. Want hij stopte nog eens een keer. Het was echt het vertrouwen kwijt. Dus hebben we dat paard, die kwam net voor Kerstmis, hebben we dat paard een paar maanden gereden. In het begin ging het nog niet zo denderend, kun je rustig zeggen. Maar Hans had hem toch al op de lijst gezet, want in januari, in januari moet je de nationaliteit van het paard moet dezelfde eigenaar hebben voor de Olympische Spelen. Dus hij had al in zijn achterhoofd misschien een beetje gedacht, dat kan misschien wel iets worden voor de Olympische Spelen. Maar dat was wel echt driedubbel koffiedik dik kijken, denk ik. Want ik heb het eerste concours dat ik ermee ging rijden, dat was in Wierde, op een oeverspringen. En ik weet nog dat de eerste hindernis, moest ik 3 aanstalders maken om eroverheen te komen. En dat was 1,20 hoog, dus hij was echt, daar wou hij niet, hij was echt het vertrouwen kwijt. Dus dat heeft wel even geduurd. Maar uiteindelijk kwam het toch goed. Toen heb ik het in Indo-Brabant meteen al gereden. Nationaal was toen nog de Dunhill Trophy. Sprong hij meteen al heel goed. Ja. Toen kwam ik een beetje in het kijken. En toen begonnen de buitenwedstrijden eigenlijk. Al meteen snel. En mocht ik een paar keer mee, dus omdat ik goed sprong, mocht ik ook een paar keer meer met het team. Ben ik mee geweest naar Stockholm. En sprong hij ook goed. En welk paard was dat? Felix. Ja. Paard Felix. Laat ik toch vergeten te zeggen, sorry. En toen kwam gisteren, won ik de grote prijs. Ja. Voor eigen publiek, dat was, gisteren was altijd, je komt daar uit de buurt. Ik kan met de fiets, 10 minuten ben ik daar. Dus daar wil je graag presteren. Maar ik kon nooit goed presteren gisteren. Ik had nooit geen prijs gewonnen. Zeker niet de eerste. En toen won ik de grote prijs, dus ja. Dat was feest. Dat was feest, ja. En gisteren was altijd feest. Ja, nog steeds feest. Nog steeds, ja. Klopt. En toen was de week daarna, na gisteren, was CHO Rotterdam. Ja. Won ik weer de grote prijs. En toen moest Henk Noor eigenlijk de equipe bekendmaken voor Seoul. Ja. En hij had al een paar keer na Stockholm, toen ging er ook al een beetje in de persberichten rond, dat misschien is dat wel een combinatie voor de Olympische Spelen. Maar toen zei Henk over mijn dood niet dat paard in de equipe komt, want die heeft helemaal geen vertrouwen. Maar oké, dan zie je maar hoe snel dat soms kan gaan. 2 grote prijzen gewonnen en ik mocht mee naar Seoul toe. Ja, wie was het team toen, dat jaar, weet je nog? Wout-Jan van der Schans met Treffer, Jan Tops met Doreen. Het is geen strikvraag hoor, ik weet het niet. Ik denk William Marakas, maar up-to-date. Ja, ik heb, ja. En dat was voor jou, hoe heb je het toen voorbereid op die eerste spelen? Was je zelf wel overtuigd van, er gaat goed komen? Ja, dat weet je natuurlijk nooit, eerst spelen. Dus, ja, iedereen de droomt ervan en ik ook natuurlijk als sportman die droomt ervan. Ja. En je wist wel dat je paard, als je 2 grote prijzen achter elkaar wint, dat hij wel iets in die mars hebt. En ik had er goed vertrouwen. Het is een ongelofelijke belevenis, moet ik zeggen. Eerste keer zo'n Olympisch dorp, alles erop en aan. En hoe oud was je toen? De eerste spelen? 28, zoiets. Ja, wel leuk dat veel van de springruiters toch wel heel jong eigenlijk. Zo ja. Mee waren naar de Spelen. En dat was de eerste van 7. Ja. En als jij over de andere Spelen. Wat gebeurde je na? Je hebt ergens ook nog
dan heb je een zware val gehad, meegemaakt. Ja, dat was in 91, 4 oktober 91. Ja. Vergeet ik ook nooit weer, dat was in, op een concours in Denemarken. Dat was Herman Dutjek, die was toen de man die alle grote indoor concoursen de bodem verzorgde. En die organiseerde toen zelf een concours in Kopenhagen, in een ijshal. En ik was de tweede combinatie die binnen ging s'avonds om 7 uur. En de eerste combinatie was gewoon in de hoek gevallen. Niemand dacht na dat er iets met die bodem mis. Nee. Dus ik reed ook blijkbaar door die hoek van 3 naar 4. En mijn paard viel ook. Was niet bij de hindernis niks. Gewoon door de hoek gegalopeerd. En ik gleed onder me uit. En ja, was over en uit. Mijn scheenbeenstik stak dwars door mijn rijlaars heen. Dus ja. Dus Nick Skelton en Rodrigo Pessoa kwamen me meteen aan. Me helpen de laars uit. Maar dat ging niet. Oh. Ja, dus, nee, dat gaat niet. Nee. En er zat allemaal zand natuurlijk aan. Dus met... Ja, dat zag er verschrikkelijk uit. Dat was 4 oktober. S'avonds meteen naar het ziekenhuis toe. Geopereerd. S'nachts geopereerd. En toen zeiden ze, je moet 6 maanden in het gips. Oh. En ja, ik had eigenlijk toen Egano, dat was, ja, waren we net de Europees kampioen geworden met het team. Ja. Derde individueel op het EK in Labol. Dus ik had echt een heel goed paard voor de komende Olympische Spelen wat eraan kwam. In 92 in Barcelona. Ja, en als ze dan tegen je zeggen, 6 maanden in de gips. Ja, dan weet je ook, voordat je dan op topniveau terug bent, hoe lang dat gaat duren. Dus even afgewacht, niks gedaan, naar huis gegaan. Had Hans al met een, of via NOC, via een sportarts overlegd dat we een second opinion zouden doen. Dus ik ben geland in Amsterdam. Met de ziekenwagen meteen naar Enschede toe, naar het ziekenhuis. En er kwam een sportarts van FC Twente. En die had 1 iemand geopereerd. En die dokter heette de Stapert. Ja. Dokter Stapert. En, die had, en hij noemde dat de Stapertpen. En die ging gewoon een pin door het bord heen. En die kon meteen een andere dag lopen. Oh. Dus bij mij hebben ze alle platen er weer uitgehaald. Oké, hij vroeg natuurlijk eerst of ik dat wou, want ze hadden nog 1 iemand gedaan en dat was goed gelukt. Dus ik was eigenlijk, officieel was ik de eerste. Ja. Maar hij zegt ook, als het lukt, kun je meteen, mag je morgen, moet je lopen. Op een loopband, onder begeleiding, alles. Dus de keuze was voor mij was niet zo groot om gips eraffen na 2 weken, want ik moest 2 weken wachten, omdat het allemaal alles te vers was na de operatie. Dus na 2 weken... Opnieuw geopereerd, alle platen en schroeven allemaal eruit. De pin onder de knie, door het bord heen tot aan de enkel. 2 schroefjes onderaan en andere dag op de loopband lopen. Vond je dat niet eng? Ja, heel eng. Dat was een heel komisch gevoel, maar alles onder begeleiding. En toen kon ik geleidelijk aan dat een paar weken doen, toen zwemmen. En dus ze zeiden 6 maanden in de gips en ik was door een goede revalidatie en alles... Was ik met 2e kerstdag was ik voor het eerst weer op wedstrijd. Jeetje. Dus hoe sneller dat is gegaan. Maar had je niet, merk je niet verschil in je been? Of? Ja, want er kwam er ook nog bij. En toen had hij mij geopereerd, de dokter, en zei, ik heb 1 foutje gemaakt, zegt hij. Oh. Jouw been is heel ietsjes korter. Maar oké, met een scheunsel, je ziet er bijna niet in. Maar hij zei, ik kan het ook weer opnieuw opereren. Ik zei, nee, ik ben al 2 keer geopereerd. Laat maar. Is goed. En hij zei, de rest is allemaal goed, dus je moet zelf kiezen wat je wilt. Het kan. Maar je hebt daar met rijden of zo, merk je niks van meer? Nee. Toen in het begin natuurlijk wel, hè. Ja, maar niet dat er iets... Ik heb een jaar met die pin in de been gereden. Olympiade heb ik met die pin gereden. Ja. Ja, want vlak voordat dit gebeurde, je zei... We gingen er even heel snel overheen. Dat was natuurlijk de Egano, die opvolger van Felix. Waar je toen ook Europees kampioen mee werd geworden. Dus dit gebeurde eigenlijk vlak daarna. Ja. Kun je iets vertellen over dat Europees kampioenschap? Want dat zal wel heel gaaf zijn geweest ook. Ja, dat was eigenlijk mijn 2e Europees kampioenschap. En ik had 89 in Rotterdam, was ik 2e geweest met Felix. Ja. Ja, we hadden een heel sterk team. Foto hangt daar nog. Jan Tops met Topken, Piet met Ratina, Emil met Aldato en ik dan met Tegano. Ja. We wonnen het landenteam.
Dat is dan, als je dat wint, dan weet je ook dat die combinaties ook individueel goed staan. En daar stonden we ook allemaal. Piet stond toen zelfs nog eerst aan de leiding. En die kreeg toen zondags 1 of 2 fouten, dus die zakte een beetje terug. En ik was 5e en uiteindelijk werd ik 3e met Egano toen. Ja. En toen won ik het jaar erop, won ik de grote prijs van Aken. En toen wonnen we de Olympische Spelen met het team. Ja, en dat was wel weer een ander team dan bij de Europese kampioenschap. Nee, dat was ook een ander team. Alleen Emiel zat er niet bij, Piet en Jan met dezelfde paarden. En Bert Rom met Walbo. Maar ja, dan was jij wel alweer helemaal, want dat is best wel snel gebeurd na dat ongeluk natuurlijk. Ja. En je hebt gewoon vol gas kunnen trainen, rijden, alles doen. Ja, in het begin natuurlijk niet. Ik heb eerst aan de beugelriemen heb ik een fietsband gedaan, dat het niet zo stijf was, dat je een beetje meer vering had. Want ja, omdat er zo'n pin in zat in zo'n been, dat voelde komisch aan. Hè? Ja. Dus iedere keer dat er iets meer vering eigenlijk in die beugelriem zat. Eerst natuurlijk zonder beugels gereden. En toen iedere keer toen met de fietsband en toen na de tijd proberen met normale beugels. En maar evenwicht en zo, allemaal niks. Ja, daar kun je allemaal op oefenen natuurlijk. Ja. Dan moet je natuurlijk wel op trainen en fysiotherapie en alles dat. Ja, ik heb het ook zo gehad. Maar niet die operatie, maar ook inderdaad met open beenbreuken en pinnen en weet ik het al. Maar bij mij, ik heb er toch wel lange last van gehad. Ja, en je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben dat je er geen ontstekingen zo bij krijgt. Daar kreeg ik toch nog in het begin een beetje bij. Dus dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. En zeker dat ze dan zoveel platen en alles. Ja, en je bent bij de paarden en zo. Maar het is goed gekomen. Dat is het belangrijkste. Ja, en jullie waren toen op de Olympische Spelen. Werd er natuurlijk de gouden medaille behaald. Maar er ging, wat was er aan de hand met het individuele klassement? Daar gebeurde ook wat. Het ergste vond ik daar nog voor. We waren met 4 ruiters, dus Bert Romp was 4e ruiter, maar die had meer, als je denkt 20 strafpunten meer hebt dan het andere beste resultaat van je teamcollega. Ja. Was toen een regel van de NOC of IOC, kreeg je geen medaille, dus Bert kreeg geen medaille. Oh. Ja, dat was absurd. Je gaat met een team daar naartoe, we hebben in een voetbalelftal dat je met 20 man zei, alle reserves krijgen zelfs een medaille. Ja. En hij kreeg geen medaille. Dat moet ik wel zeggen, dat vond ik een heel hard gelag. Hij was in alles betrokken. En dan met de prijsuitreiking mag hij er niet bij zijn. Nee, dat is inderdaad wel. Hoe lang is dat zo gegaan, die regel? Dus na de tijd is dat meteen veranderd. Ja. De Olympische Spelen van Barcelona 92 was de laatste keer dat die regel nog gelde. Ja, maar er was heel slecht weer is daar geweest, toch? Dat was die Spelen. Dat slechte weer, denk ik, heeft mij een medaille gekost op zondag. Ja, want wat gebeurde er? Mijn paard was in fantastische vorm. Ik was de enige die dubbel nul reed in de landenwedstrijd. Mm-hmm. En zondagsmorgens was verschrikkelijk slecht weer. Dat hadden ze ook voorspeld. De hindernissen waaiden allemaal, alles lag voor de vlakte, heel het trein stond blank onder water. Ik was 5e starten, maar ik had mijn paard al 3 keer losgereden, maar iedere keer bouwden ze weer op en dan zeiden ze, het wordt 20 minuten vertraging en dan 15 minuten vertraging. Maar ik was 3 keer nat geweest door aan het vel en onweer. En mijn paard was echt bang voor onweer, die stond gewoon te trillen op de benen. Maar uiteindelijk begon het toch, moest beginnen, maar ze zeiden het was live tv, maar dat was er helemaal niet naar de hand, daar zijn we achter gekomen, maar het maakt niet uit, het moest beginnen. En mijn paard sprong fantastisch, ik denk dat ik nog 5 hindernissen moet springen. En toen stond er één keer een muur met een heel gat erin, maar er stond voor die muur, stond misschien 2 meter water en na de muur ook. Het leek als het ware een leek waar die hindernis in stond gebouwd. En mijn paard had al een beetje van vroeger uit een beetje angst voor water. Ja, en toen die hindernis zag, ik had geen kans, stopte 2 keer en ben ik uitgebeld. Dus was mijn Olympische droom in de veul was ten einde. Ja, terwijl je in daar vlak voor Oudrom. Ja. En ook nog nul was, en ik had ook het gevoel, als die waterhindernis daar niet was geweest, of dat de organisatie had gezegd, we beginnen een half uur later,
dan had ook iedereen onder dezelfde omstandigheden gereden. Dan denk ik dat ik ook die dag met een medaille naar huis was gegaan. Maar dat is na de hand en dat is voorbij. Ja, maar dat is altijd, ja, maar dit was ook toch vlak daarvoor dat jij Aken won en de Grand Prix van Hikstedt. Dus ja, dat paard was wel jullie. Ja, ja, dat is dan. Je had ook naast Egano had je ook Libro H. Ja. Natuurlijk. Wat was dat voor paard? Dat was een paard met een ongelooflijke instelling. En het goede van dat paard was, wat ik al zei, ongelooflijke instelling. En het goede was ook dat ik dat paard op 6-jarige leeftijd kreeg om te rijden. En dat we samen zo'n goede combinatie zijn geworden. Ik wist wat zijn minder punten waren. En ik denk dat het paard ook wist wat mijn minder punten waren. En samen zijn we daar fantastisch uitgekomen. We hebben fantastische resultaten gehad. Ja. Is over de jaren heen. Ja. Met natuurlijk het beste resultaat. De wereldbekerfinale voor eigen publiek toen in Den Bosch, 93. Ja, en is hij... 94, sorry. 94, ja. En maar is hij voor jou het belangrijkste paard geweest? Ja, als ik zeg dat hij het belangrijkste paard voor mij is geweest, dan doe ik heel veel paarden, andere paarden tekort. Ja. Ik heb geluk in mijn carrière gehad dat ik heel veel fantastische paarden heb mogen rijden. Niet één, maar meerdere. Nee, maar eentje waar je een andere band mee had misschien dan met de andere paarden. Ja, maar ik vind, niet zo geweest. Ik had, met al mijn paarden had ik eigenlijk een goede band. Want ik denk als je geen goede band met je paard hebt, kun je ook geen goede resultaten verwachten. Je hebt een bepaalde band met je paard nodig. Er moet respect zijn van beide kanten, maar je moet wel een band met elkaar hebben. Ja, maar dat is ook wat jij wel eens vaker noemt, dat paarden net mensen zijn, dat je met ander paard, elk paard weer anders om moet gaan. Ja, elk mens is verschillend. Ja. En elk paard is ook verschillend. Ze hebben allemaal verschillende karakters. Ja. En daar moet je op je gevoel afgaan en daarop inspelen. Je kunt ook nooit sterker zijn als een paard. Als een paard zegt, hij wil niet, ja, wat kan een ruiter doen? Je kan geen 600 kilo op de rug nemen en zeggen, jij moet er vandaag overheen. Nee. Dat is meer een kwestie van op de goede manier respect afdwingen voor elkaar. Ja, maar ik vond net wel mooi dat je zei dat jij wist dat wat van hem de zwakkere punt of het sterke punt, wat jullie dat van elkaar ook wisten. Dat is wel, denk ik, heel belangrijk voor heel veel ruiters. Dat ze, ja, dat is heel belangrijk. Dat ze dat stuk begrijpen. En wat ik zeg, je kunt nooit sterker zijn als een paard. Je kunt slimmer zijn als een paard, maar sterker is onmogelijk. Nee. Nou, toen waren er zo 14 jaar voorbij bij de Wiemselbach. En toen verruilde jij Nederland voor België. 96, ja. Kreeg ik een aanbieding. Ik had al in 88, toen won ik met Libero de grote prijs in Lanaken. Mm-hmm. Toen wou meneer Melchior al Libero kopen. Maar daar had Hans niet tegen mij gezegd, dan wou hij mij er ook bij hebben. Daar kwam ik na de hand achter, maar dat maakt niet uit. maar Hans had mij ook aangegeven dat hij Libero niet wou verkopen. En, dus dat ik daar gewoon rustig op kon verder rijden. En toen in 96 vroeg meneer Melchior mij nog een keer of ik wou komen. En toen ben ik wel overstag gegaan. Ja, en daar konden een paar paarden mee. Daar konden toen een paar paarden mee, ja. Dat was Dolf, Lianos. Die zijn toen ingegaan. Ja. En Aldatus, 3 zelfs. En jij hebt toen meteen een... toen je daar ging werken, was dat meteen al voor langere termijn? Of wist je... Ik had een contract voor 4 jaar. En ik ook met mijn vrouw overlegd. We zijn samen naartoe gegaan, de besprekingen gedaan. We gaan er 4 jaar naartoe. We gaan de uitdaging aan. En dan kijken we of 4 jaar gaan we terug naar Twente toe. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. En daar is iets misgegaan. Nou, ik weet niet of er iets mis is gegaan. Nee, niet misgegaan. In dat opzicht is het misschien iets misgegaan. Het is wel helemaal compleet anders gelopen, ja. Ja, wat gebeurde? Daar kun je daarover vertellen. Ja, dus in 2000 liep mijn contract af. En toen zei meneer Melchior, ik wil je graag houden, maar op één voorwaarde. Ik was ook super tevreden, moet ik ook zeggen. Anders, en mijn vrouw en mijn familie was ook super tevreden. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waar het mee begint. Maar als hun niet tevreden zijn, dan kan ik ook niet goed presteren. Dat is ook heel simpel.